Ja, maar we moeten het nog even over dat etnisch profileren hebben. Ja, maar door, maar dan weet jij dit. Ja, dat weet ik. Maar dat vind ik belangrijk. Ja, wacht nou even. Ik ben hier de baas, weet je wel. Niet jij. Dit is jouw wijk, maar dit is mijn bureau. Ja, maar ik zit in jouw bureau. Oké. Helder. Nou, Gerard, welkom. Dank je. Wat gaan we doen? We gaan een rondje maken door Noord, waar ik 18 jaar gewerkt heb. We gaan nu langs een aantal plekken waar je laat zien de meest heftige dingen die je hebt meegemaakt. En hier links, daar op die hoek ongeveer, daar heb ik iemand, dat was zo is er iemand echt was een crimineel, die werd hier geliquideerd. Die werd echt afgeschoten. Die hebben dus geprobeerd zijn gezicht te beschermen. Althans, wat hij ook probeerde te beschermen, weet ik niet. Maar hij werd goed nog wordt geknald. En ik kwam van net over de bult, zoals wij het noemen, met mijn motor. Dus ik reed eigenlijk precies op in. En denk, ja, ik kan twee dingen doen. Of ik draai om, of ik draai door. Nou ja, handen los, wapen trekken. En je pistool richten. En met handen los worden ook getraind. En dan rijden. En ja, hopen dat je hem tegenkomt. En dan zien we wat er gebeurt. Dan is de keuze van, ja, of schieten of... Ja, maar hij kwam, ik zag hem liggen. Dus ben ik doorgereden, gelijk links de hoek om. In de hoop dat ik toch die schutters tegen zou komen. Maar dat was een motor en ik was ook een motorrijder. Dus ik denk, misschien maak ik kans, maar ik heb hem nooit meer aangetroffen. En toen terug, nou, dat was die een grote zee van blauwe politie. En dat was dus echt een crimineel, dat werd echt gewoon geliquideerd. Maar wie was dat? Nou, dat was in ieder geval een Rotterdammer. Oké. Okay. We noemen geen namen. Dat was een Rotterdammer. Niet dat dat verschil uitmaakt, maar hij was een Rotterdamse crimineel. Nou, die was in Amsterdam. Het was ook zijn laatste dag. Hey, en hoe werd er op jou gereageerd hier? Want dit was echt jouw wijk. Zag je dat ook zo? Van, hé, dit is mijn wijk? Ja. Ik zeg tegen alle gasten die begrijp ik het niet zo nauw nemen met de regelgeving en met hun wijk of met de mensen. Zeg ik altijd heel simpel, jij woont in mijn wijk. Nou, dan worden ze pist. Dat mag. Maar dan leg ik ze ook uit van, als jij laat zien dat je net zoveel houdt van jouw wijk als dat ik dat doe, terwijl ik hier helemaal niet woon. Als jij dat laat zien, dan ga ik zeggen, ik werk in jouw wijk. En tot die tijd woon jij in mijn wijk. Dat is het verschil. Jij ging echt tussen de mensen staan hier in Amsterdam-Noord. Als een missionaris in de jungle. Ja. Hoe belangrijk is die lokale verankering in de wijk? Vanuit mij is het ongelooflijk belangrijk. Ongelooflijk belangrijk. Omdat wij een onderdeel zijn van de samenleving. En ik ben ook een gedeelte van de samenleving. En zeker hier in Nederland. En dat meen ik echt. Kijk, als ik mijn uniform uittrek in de gymnasium en we drinken samen een biertje, dan ben ik niks meer en niks minder. Maar als ik mijn uniform aantrekt, dan zou je alleen het gezag moeten accepteren, anders kan ik je niet beschermen. Dan kan ik niet voor je zorgen. Heb je het gevoel dat de waardering voor je vak verdwijnt, voor het gezag? Nou, dat is al jaren zo. Hier naar links. Dat is al jaren zo. Echt heet het. Maar ik stoor me daar niet aan. Want ik ben het gezag. Op deze plek, hier was het. Stond met een collega. En dat vind ik wel dus echt crimineel gedrag. En dan sta je hier en een brommetje te controleren, niks aan de hand. En een van die jongens die hier waren met z'n 3-4, die deed een heel echt, vond ik een laag oneerbaar voorstel aan mijn vrouwelijke collega. Ik respecteer gewoon de mensen, zeker de vrouwen. Dat doe je normaal tegen. Dus je zegt, nou, ben je aangehouden. Twee stappen naar voren en vervolgens krijg ik echt een neklem aangelegd gekregen. Echt een neklem. En die was zo gruwelijk hard, die neklem. Op een gegeven moment merkte ik ook van, ik zag nog maar twee kleuren. Dat was echt rood en zwart. Dat is geen achteraf, dan ben je en je bloed toevoeren en ook je ademstop. Want als die wordt belemmerd. En ik ben zo ver achterover. Ik denk, nou, ik voelde ook een klap in mijn gezicht ook. Ik denk, die trek ik. Ik denk, dit is hem. En dan voelde ik zo'n scheut door mijn hoofd heen. Weet je, echt zo niet. Je dacht, dit is het einde. Ja, maar gek, ik registreerde bijna niks meer. Het werd steeds donkerder.
En daarna zat ik alleen op mijn knieën, dat weet ik nog wel. Dus in plaats van dat de politie een nekklem aanlegt bij een verdachte, ja, werd dat nu bij jou gedaan? En goed ook. Kun je je voorstellen, dan zit je dus in uniform en je pakt gewoon een diender, die legt je gewoon een nekklem aan. Een politieman die voor jouw veiligheid staat. Nou, leg dat eens uit. Maar ik heb ook kinderen thuis zitten. Ik heb ook een vrouw. En de keer dat mijn vrouw het ziekenhuis bij me was. En dan mijn dochter zei, papa, waar verstop je die niet mee? Ja. Dat ik misschien niet goed bij mijn hoofd heb, maar dat ik het mooiste vak heb. Dan leg dat maar eens uit thuis, de zoveelste keer. Dan heb ik al die andere dienstongevallen, wat de burgers me aan, burgers dan, me aangedaan hebben. Dat vertel ik je niet. Maar een paar stevige bloedbesmettingen, ja, die zaten er ook wel in. Een naaldmand, bijt, spuug in mijn gezicht, mijn kaak, die had uitgeslagen, mijn gehoorgangstuk. Wat wil je dan meer? Waarom? Voor mijn vak? Ja. Voor mijn samenleving? Ja. De meesten zullen zeggen dat ik niet goed bij mijn hoofd ben, maar voor wat even, het is mijn vak. Zeg alleen maar ja op die ene vraag, ben je er voor me? Nou, dat deed ik dus als politieagent, als Amsterdamse smeres, deed ik dat wel. Ik ben er voor je. Maar aan de andere kant had je ook de harde hand. Ja, natuurlijk, absoluut. En ik kwam hard aan. Maar dan heb je een keuze gemaakt, dan ben ik het gevolg. Maar als je me vandaag, laten we zeggen, een knal voor mijn gezicht gaf. En morgen had je een hulpvraag, dan was die knal was van vandaag en morgen was de hulpvraag. Maar hou jij van mensen? Ja. Zielsvel, ik zie ook geen kleur ook. Nee, ken ik niet. Ik zie geen kleur. Nee, wat vind je dan van het hele etnisch profileren? Ja, wat er nu gaande is, ik heb er echt last van. Ik vind het zo vervelend. We nemen elkaar de maat, we schreeuwen tegen elkaar en we vinden alles van elkaar. Maar stel me nou, verdik ik me een vraag. Als je pijn en verdriet hebt, zeg me dat dan. Vraag, dat zeg ik. Ik heb ook een hand, steek die dan uit. Maar als je al die vuist vraagt, ja, dan praten we toch niet meer. Dan 100 meter bij mijn bureau vandaan, 200 meter. Dan lag een meisje wat we hebben moeten reanimeren weg naar school. Ja, dan zit je in één keer op je knieën en dan voel je een kinderhartje. Wat een keer gaat, wat eigenlijk vraagt van ik wil leven. Dan voel je dat hartje, dan zie je dat lichaam op en neer gaan. Dan hoor je dat papa en mama staan te wachten. Oh, in het ziekenhuis, terwijl ik een kindje nog onder mijn hand heb. Ja. En die heeft het ook overleefd. 6 maanden word ik 60. Ik ben nog steeds niet goed in mijn hoofd, want ik vind het nog steeds het mooiste vak van de hele wereld. Ja, daar glunder ik echt bij. Ja, ja.